Hallo jongens, leuk dat jullie gaan kijken naar mijn eerste top 5 video. Ik had verwacht een top 10, maar ik heb een top 5 gemaakt. Uh, ik ga vertellen over mijn top 5 meest erge reden waarom Nintendo mee triggert. En ik heb inderdaad geen muziek toegevoegd, mijn excuses daarvoor. Maar ik hoop dat je het leuk vindt en dat je het mee, dat je het mee eens bent met mij. Uh, Oké, okay, is goed, wij gaan beginnen. Nintendo is niet het enige bedrijf die spellen maakt op de Nintendo 3DS. Maar ook andere bedrijven, zoals Sega. Maar Nintendo wil graag dat uh, die games gelicensed moeten worden. Neem maar aan deze oude video van Sonic Generations. Dat is een hele goede game. Maar Nintendo denkt van niet als deze game niet is gelicensed. Dus wat Nintendo doet, ze vraagt eerst Sega of Nintendo. Uh, of, uh, of ze de game willen licensen. En ja, inderdaad. Dat is eigenlijk. Dikke vette onzin, want eigenlijk maakt Sega hele goede games. En ja, dat is inderdaad ja, een beetje overdreven. Nintendo, waarom doe je dit ons aan? Nintendo games zijn heel erg leuk om te spelen, maar sommige spellen zijn echt veel te duur. En dat kun je hier ook zien bij de nieuwste Mario Kart 8 Dux. Maar bij Mario Kart 8 Dux, zo begrijp ik nog wel hoe duur dat is. Maar ja, hier zie je dat. Vier, 55 euro. Ja, toen het net was uitverkocht, was het nog uh, echt iets van 65 euro. Maar jongens, kijk eens naar dit: 60 euro voor Mario Kart Double Dash. Nintendo, kom op. Dat spel is van 2003. De eh, mensen gaan daar toch geen 60 euro voor uitgeven. Oké, okay, we moeten allemaal een beetje uitkijken voor bedriegers. Maar Nintendo. Die brengt het een beetje te ver. Moet je eens kijken naar dit? Wat, is, wat heeft die vriendcode met, uh, met de Nintendo 3DS te maken? Waarom heeft Nintendo nou zoiets uh, zo niet toegevoegd? Dat je gewoon een naam kan invoeren, dat is genoeg. Maar moet je dit eens zien? Vriendcodes. Uh, ja, en uh, dan kun je iedereen toevoegen. Ja, ik uh, kijk wel er heel erg uit voor mijn vrienden hoor, Nintendo. Dus uh, volgende keer dat je een nieuwe console maakt. Breng het een beetje anders, oké? Okay? Oké, okay, dit trekt eh, weinig mensen, maar mij wel. Want ik heb net aan de 3DS gehackt en ik kan er heel veel mee. Zoals NTSCV, zo, eh, waar ik mijn livestreams mee maak op de 3DS. CTGP7, zo romhack, Homebrew Launcher, daar stel ik mijn hacks mee op. En natuurlijk FreeShop, gratis spellen downloaden. Maar jongens, lees dit eens. Want Nintendo kan je 3DS ook hacken als je dit doet. En wat daaronder staat. This ban is effective in the immediality and request to remove the ban will not be processed. Nintendo, kom op. Waarom, waarom kun je deze ban niet uh, removen, uh, verwijderen? Want ja, je, je bent één keer geband en je kunt nooit meer je 3DS gebruiken. Is dat niet erg? Nintendo, kom op. Nintendo hacken is toch helemaal niet erg. Als je dat wilt, dan doe je dat toch gewoon. Nintendo heeft daar niet echt heel, over, heel veel over te zeggen, vind ik uh, eigenlijk. Maar als uh, iemand anders dat wel vindt, dan kan die dat gewoon zeggen. Hè. Op naar nummer 1: Oké, okay, Nintendo, niet lullig bedoeld, maar wat de fuck is dit? Waarom hebben jullie me allemaal content-idees gegeven voor het geld? Jullie hebben al een miljard euro in voorraad. Dus geef niet dat geld. Ik bedoel, stel ons geld niet van ons weg. Jullie games ze niet al te goed. En je muziek ook niet. Zoals hier Mario Kart 7. Mario Kart 7 heeft 56 claims. 56. Waarom? En net zoals Super Mario Galaxy 2. Hier zie je dat 63 claims. 63. 63! Waarom zoveel? En waarom, hef, waarom heeft Nintendo een Japanse titel voor die content idee gegeven? Waarom kunnen ze niet gewoon Engels spreken? Ja, Nintendo ja, is soms niet helemaal wijs met YouTube, zeg maar. Ja, goed jongens, ik kap een beetje van deze top 5. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dat jullie het met me uh, eens zijn. En uh, vergeet dan vooral niet te liken en te abonneren. En ik zie jullie waarschijnlijk volgende keer met een nieuwe top 5 of top 10 of weet ik veel wat ik ga maken. En dan zie ik jullie dan. Laters. <totstuken>